Dag mensen, een hele goede morgen en welkom bij deze koersanalyse. Deze is educatief in de aard en geen financieel advies. We gaan kijken naar verschillende dingen. Er is een grotere rising wedge op de grafieken van Bitcoin te zien. Gaat die naar beneden uitbreken of kunnen we nog een kleine pomp omhoog krijgen? BlackRock gaat zich mengen in de cryptocurrency markten en de S&P 500 zit ook tegen weerstanden aan. We gaan bekijken of deze bear market rally ten einde aan het komen is of dat er nog een kleine push omhoog zit. Vergeet de video niet een like te geven als je de content kunt waarderen. Abonneer op het kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En vergeet daarbij niet op het bel-icoontje te klikken. Dan krijg je een melding wanneer de nieuwe video klaar staat. Het is vandaag 16 augustus en pas op voor de spammers en scammers onder in de comments. En voordat we naar de grafieken gaan, gaan we kijken naar het nieuws en ook naar een nieuwe dienst die ik heb gelanceerd. Ik heb hem in de premium Discord groep vorige week al gelanceerd. Nu ook voor het publiek. De crypto parels, de nieuwe cryptocurrencies die in de komende 2 tot 4 jaar duizenden procenten kunnen stijgen. Je kunt de link onder in de videobeschrijving vinden en ook in de eerste comment. En lees zeker even de veelgestelde vragen en voorwaarden door om te kijken of dit iets voor jou is. Goed. Het nieuws, investeringsreus BlackRock gaat crypto aanbieden via Coinbase. Dus Coinbase, ook al is hun aandeel flink gezakt, die zal ook wel weer terugkomen. En dit is een nieuwtje waarvan ik denk, ja, dit is een beetje op dovemans oren gevallen. Iedereen is hier toch wel een beetje bang dat de cryptomarkten alleen maar naar beneden zullen gaan. Een bear market ingaan, wat ze ook al zitten, maar ook niet meer zullen terugkomen. Maar ja, je kunt jezelf afvragen, komen die nooit meer terug? Waarom gaat dan een grote partij als BlackRock hun klanten toch aanbieden om cryptocurrencies te kunnen kopen. Dus ze kunnen dan gaan handelen via Coinbase en BlackRock. Naast dat gaan ze ook een nieuw Bitcoin fonds lanceren eigenlijk, waarbij er een directe blootstelling is aan Bitcoin voor de instituten die aangesloten zijn bij BlackRock. Dus allemaal in mijn ogen groot nieuws. En we zien dus ook dat dit nieuws eigenlijk voor veel meer hits op de website zorgde. Dus 3000 voor COVID, 3000 voor het monetair beleid en 600.000 hits toen ze het over Bitcoin hadden. Ja, de Bitcoiners die zijn in ieder geval zeer geïnteresseerd hierin. Goed, wat kunnen we nog meer verwachten? Zeker deze week zijn de FOMC minutes die een invloed kunnen hebben op de koers. Als zij niets nieuws te melden hebben, dan kunnen we waarschijnlijk iets doorstijgen. Zijn ze in één keer wat meer hawkish en zeggen ze dat ze nog meer rentes gaan verhogen. Of tenminste nog meer rentes. De rentes met 75 basispunten of hoger gaan verhogen. Het is in principe een samenvatting, maar het zal meer gaan over hun woorden. Zijn ze dus hawkish en willen ze dus nog steeds inflatie aanpakken? Of hebben ze na de recente CPI-data die lager was dan de maand daarvoor en zijn ze inmiddels meer dovish? We gaan het afwachten en dat is morgenavond om 8 uur en om net voor half 9 spreekt een van de FOMC-members Bowman. In ieder geval zien we dus dat in september, wanneer de volgende Fed-meeting is, dat op 21 september, dat er in ieder geval naar 50 basispunten verhoging wordt gekeken door 2/3 ongeveer en 1/3 kijkt naar 75 basispunten. En dit is misschien ook een van de redenen waarom de markt op dit moment groen zijn. Ze verwachten dat de inflatie dus eigenlijk ten einde is gekomen, een piek heeft gehad en vanaf nu aan zal gaan dalen. En daarbij verwachten ze dus dat daarom ook de renteverhoging minder hoog zal worden en op een gegeven moment ook afgebouwd zal gaan worden. En of dit allemaal zo gaat uitspelen is nog maar de vraag natuurlijk, maar dat is in ieder geval wat de markten op dit moment verwachten. Goed, persoonlijk denk ik nog steeds dat dit een bear market rally is en dat heeft verschillende redenen. We gaan dat ook in de S&P 500 zo direct bekijken en dit is een analyse die ik eerder van de week in de premium Discord groep ook deelde, of vorige week, ik weet het eigenlijk niet meer zo goed. En we zien namelijk een vrij sterke stijging voor de S&P 500. En dat hebben we ook eerder gezien. Het is een bear market rally vooralsnog. Nooit is dat zeker, maar daar lijkt het toch wel op. En ook als we bijvoorbeeld kijken naar 2008, toen zagen we dus dat de koers ook hier 20% daalde, wat we nu zagen. En vervolgens ook nog een stijging kreeg naar de 200 daily moving average. En daar werd die afgewezen. Hier werd die zelfs onder afgewezen. En daarna ging de koers dus verder door naar beneden. Dat zagen we in 2000 ook. Dus de koersen die zakten eigenlijk flink. Afwijzing op de 200 moving average. Dat is de gele lijn hier. Afwijzing, afwijzing, afwijzing. En soms schiet hij er net boven, maar meestal wijst hij erop af. En dat is ook waar de 200 moving average voor de S&P 500 op dit moment zit. Dat gaan we zo direct even bekijken live op de grafieken hier. Maar voordat we inzoomen naar die 200 moving average, eerst de wekelijkse. Dus vooralsnog denk ik dat dit een bear market rally is en die kunnen dus heel stevig zijn. We zien dus dat dit een stijging is van, even kijken,
bijna 20% en dat is in de S&P 500 echt enorm veel. Ik zag ook berichten dat fund managers die zijn hun shorts aan het sluiten omdat ze dit gewoon niet hadden voorzien. Goed, het is een falling wedge, dus het is ook niet gek dat die naar boven is uitgebroken. Technische target zit op de 4600. De vraag is of we daar naartoe gaan, want we komen nu eigenlijk aan op een grotere weerstand. De 50 wekelijkse moving average en daar loopt ook de 200 daily moving average. Hier zit ook de golden pocket weerstand, dus we kunnen hier nog iets omhoog schieten richting die 43,50 misschien. Maar ik verwacht dat we daar eigenlijk gaan omkeren en dan de downtrend hervatten. En ik kijk in ieder geval op zijn minst naar de 200 wekelijkse moving average, die nu dus op de, even kijken, de 35,69 loopt en de 33,85. En dat zou kunnen betekenen voor Bitcoin dat dat nog een 50% daling zal geven. Want we zien hier dat dat een daling is van, even kijken, 16 tot 21%, 20%. En in Bitcoin die heeft eigenlijk met deze 20% daling, die we hier zien, heeft die inmiddels 75% daling gegeven. Dus Bitcoin die daalt 2 tot 3 keer zo hard als de S&P 500. Dus een 20% daling kan Bitcoin 40 tot 50% laten dalen. Goed, dus het is een bear market rally in mijn ogen. We gaan zo inzoomen op de lagere timeframes. Dat gaan we meteen even doen. Maar wat ik nog wil laten zien is, wanneer is dit nou geen bear market rally meer? En misschien is het dan wel een start van een bull market weer. Dat is in mijn ogen eigenlijk pas als we dus de 50 wekelijkse moving average breken, de golden pocket breken omhoog, support maken en dan weer verder omhoog doorzetten. En dat is dan toch een moment om, ja, te veranderen van strategie en weer long te gaan. Maar zolang we dat niet hebben, verwacht ik eigenlijk dat we dit zullen gaan doen. En we zien ook hier deze rode lijn, die is verbonden met deze twee punten. Zolang we daaronder zitten, is de downtrend op de grotere timeframes nog aanwezig. Dagelijkse zien we dus dat er een flinke beweging is gemaakt. Daily RSI is wel overbought. We zitten net onder die 200 moving average en zoals ik net zei, in het verleden zagen we dat de koers daarop af werd gewezen. Soms schoot hij er net boven, maar ja, dit lijkt erop dat we richting het einde gaan van die bear market rally. En ja, fundamenteel is op dit moment nog niet veel negatiefs dat het zou mee kunnen nemen. Het is puur op basis van TA. Even kijken, dus dat voor de S&P 500 en even kijken naar de dollar hier. Die heeft hier dus ook een grotere ascending broadening wedge gemaakt. En het was mooi geweest na deze uitbraak naar beneden als hij een bearish afwijzing had gezien. Een van de redenen waarom we Bitcoin nu ook wat daling zien of eigenlijk wat zwakte is. Omdat de dollar eigenlijk hier dus weer wat sterker is. En dat heeft hij eigenlijk ook een downtrend weer gebroken. En de vraag is, kan het hier deze support houden en weer een uptrend zetten? En in dat geval zullen we voor Bitcoin meer zwakte zien. En als deze nou naar beneden uitbreekt alsnog en daar toch bearish afwijst, dan kunnen we nog een laatste push zien in Bitcoin. En dat zullen we dus nog even moeten gaan afwachten. Als we kijken naar Bitcoin, de wekelijkse, dus zit hier nog een 50% daling in. Het is goed mogelijk als ook de bear market rally eindigt in de aandelenwereld. De stijging in Bitcoin is overigens ook in mijn ogen vele malen zwakker dan in de traditionele aandelen. Die komen echt tot aan de golden pocket. En ja, hier zitten we gewoon nog heel laag. Het is een kleine stijging eigenlijk. En ook hier trouwens even kijken. Ja, 33-34%. Dus dat is niet eens zo bijster veel meer dan bij de traditionele aandelen. Dus hier, ja, het is een rising wedge. Het is een bearish patroon. Er is nog wel ruimte om omhoog te bewegen hier. En dat gaan we op de lagere timeframes ook even bekijken. Maar het verlies van deze opwaartse lijn kan als bearish worden gezien. En stel de S&P 500 die doet inderdaad nog een 20% daling. Dan kun je vanuit hier eigenlijk nog wel een 40 tot 50% drop verwachten. Een 40 tot 50% drop die brengt je ook naar de technische target waar ik naar kijk. Al een paar weken, een paar maanden misschien nog wel 12.500 als de volgende target als we hier bearish uitbreken. Natuurlijk is er altijd de mogelijkheid dat dit de bodem is geweest. Ik acht dit niet. Ik geef dit niet een hele grote kans, maar stel dat het wel zo is, dan zie je dus net als in 2018 dat hier eigenlijk een bodem wordt gemaakt. Een iets hogere bodem voordat de koersen eigenlijk weer doorgaan. Dus in dat geval, stel dat is de bodem, dan krijg je waarschijnlijk nog een hertest van die 17.000 tot 18.000 regio voor iets van een double bottom. En iets wat dus ook een Adam and Eve patroon zou kunnen vormen. En het zal waarschijnlijk iets langer duren richting begin volgend jaar. Dus ook dat is even afwachten, maar persoonlijk verwacht ik dus dat we dit gaan krijgen. Dan de futures grafiek. Er was een kleine gap ontstaan afgelopen weekend. Die is ook dezelfde dag gevuld. En ook hier zien we dus dat er eigenlijk een opwaartskanaal is. En het verliezen van deze
opwaartse kanaal van deze opwaartse lijn is bearish. Eerst volgende support zal hier op de 22.700 ongeveer liggen. En daarna is het eigenlijk door naar beneden middels de rising wedge die we op de wekelijkse zien. En even kijken, dus elke dag is er een update in de Premium Discord groep. Gisteren kon ik de video niet maken, dankzij wat technische problemen. Maar elke dag is er een geschreven update te vinden. Hè? Dus je kunt hem hier even nalezen. En ook gistermiddag volgens mij, er is een rising wedge te zien op de lagere timeframes. En die is inmiddels ook uitgebroken. Dus daar gaan we ook even naar kijken. Maar we beginnen even met de daily. Er is veel data overigens, dus ik hoop dat je een lekker kopje koffie hebt. Wat we hier zien is de Bollinger Bands. We zien dus dat ze eigenlijk constant op de bovenkant worden afgewezen. Dus die afwijzing hier is niet gek. We zien ook deze paarse lijn, de 100 moving average, die als weerstand optreedt. Dus de bears die hebben hier op de kortere timeframes, of op de dagelijkse in ieder geval, de overhand. En we zien hier ook verschillende shooting star candlesticks die we hier ook zagen. En dat zijn bearish candlesticks die dus meer rood suggereren. En we zien hier ook inmiddels wat meer rood de afgelopen dagen. Dus de bears hebben op de lage timeframes en op de daily in ieder geval hier de overhand. En naast de Bollinger Bands en de 100 moving average zien we dus ook hier, die we op de wekelijkse zien, de rising wedge. Technische target ligt hier op de 18.875. Hè, dus dat nogmaals, zodat die wekelijkse double bottom kunnen gaan geven als we die technische target bereiken. Nogmaals, ik verwacht dat we die wel gaan breken gezien de macro-economie. Het ziet er gewoon slecht uit. Recessie is technisch gezien begonnen, officieel nog niet, maar ik verwacht meer rood. Hoe dan ook, op de korte termijn is het dus interessant. Dus ik heb het over een 50% daling. De vraag is, gaan we dat nu krijgen, ja of nee? Er zit hier support van de Bollinger Bands middellijn, deze oranje lijn die je ziet, de opwaartse lijn. En elke keer tot nog toe, als de koers op die opwaartse lijn kwam, is dat support geweest en kregen we dus een bounce omhoog. Dus in dit geval, ja, ik ben bearish. Ik verwacht dat we meer rood kunnen krijgen. Dit zou al gestart kunnen zijn op de lagere timeframes. Maar zolang we deze support houden, zouden we dus nog steeds een bounce kunnen krijgen richting de 25.400. En dat was de vorige video zei ik dat dat de target was. Daar zijn we net onder afgewezen. Die zouden opnieuw kunnen gaan testen. En eventueel, en dit is absoluut niet zeker, kunnen we nog steeds doorgaan richting de 27.000 tot $28.000. Weerstand die we hier dus eigenlijk zien. En dat was het vorige uitbraakpunt. Dit is absoluut geen zekerheid, maar het is altijd mogelijk dat de koers dat gaat doen, zolang we deze support hier houden. Verliezen die we support, dan hier een short. En ja, dan is het eigenlijk doorgaan naar technische target en doorhouden richting diepere cijfers. En dit zal ik ook updaten in de Premium Discord groep wanneer ik daar short op ga. Ingezoomd naar de lagere timeframes, dus het is wat volatiele prijsactie van het weekend geweest ook in de afgelopen dagen. Down, up, down. Dus dat is vrij volatiel beide kanten op. Het vormde hier een rising wedge, die is inmiddels uitgebroken naar beneden. Dus dat was een moment voor ons om short op te gaan. Dus we zitten short, stoploss boven deze high hier. En dan is het afwachten, gaat het plan volgen. Technische target ligt hier op de 22.900. Maar er zit ook nog wat support hier op de 200 wekelijkse moving average. En de 200 moving average die dus omhoog aan het bewegen is. Even kijken, en deze twee witte lijnen, deze hier en deze hier, dat zijn natuurlijk de dagelijkse en de wekelijkse rising wedges die te zien waren. Dus deze blauwe rising wedge is naar beneden uitgebroken. En nu is het afwachten, gaan we dieper zakken inderdaad, ja of nee? En mocht de koers dus weer hierboven komen, nou, dan wordt de short eruit gestopt. En als we deze support houden, de 24.332, dan verwacht ik dat we door kunnen gaan richting de bovenkant van de rising wedge. En een andere mogelijkheid is dus dat als we naar de onderkant van de rising wedge gaan, dat hij vanaf daar een bounce krijgt. Het is nog even afwachten, voorlopig short. En in het slechtste geval staat deze short dus aan, breken we meteen en gaan we meteen door naar beneden. Goed, heb je de crypto parels gemist toen straks in het begin van de video? Dan kun je die nog even in het begin van de video checken voor meer informatie. Wil je zelf leren traden? Doe dan zeker de gratis kennismakingscursus. Je leert wat traden is en wat je ervan kunt verwachten. En als je meer wilt, je eigen analyses maken, dan kun je natuurlijk deel 1 doen. Short gaan, long gaan wordt besproken in deel 2. En je kunt natuurlijk even meekijken in de Premium Discord groep voor een week. En nog even een shout-out naar de Bitcoin webshop van Nederland. Allemaal toffe Bitcoin producten. En ik hoop ook dat jullie het warme weer hebben overleefd, jongens en meisjes. Goed, Ethereum, Matic en de Total Market gaan we nog even bekijken. Even deze weghalen hier. Dus ook Ethereum die zit
in pullback-modus de laatste dagen. Maar ook hier nog niet extreem bearish. Of eigenlijk nog helemaal niet echt bearish. We zitten hier eigenlijk nog steeds met een mooie dagelijkse uptrend. En zolang we de 12 EMA support houden hier in deze groene balk, verwacht ik in ieder geval dat we hier dus een higher low kunnen maken. En vervolgens is dan de vraag of we dus een high high kunnen maken richting de 200 moving average. De groene lijnen, dat zijn de eerstvolgende weerstanden. Deze moet inmiddels iets lager. En als je kijkt naar horizontale weerstand, is er eventueel, als we zo ver schieten, ook nog rond de 2455 tot de 2350 een volgende weerstand. Maar hier moeten we dus de support houden van de groene balk en de 12 hiermee op de dagelijkse, de blauwe lijn die je ziet, wat ook samenvalt met die golden pocket allemaal. Dus dit is een mooie supportregio. Ook hier was het een weerstand, dus dat zou dan support worden. En wanneer weten we of we weer wat meer bullish kunnen zijn op de lage timeframes? Dit is iets wat ik ook net heb gedeeld in de premium Discord groep. Dat is als we deze falling wedge naar boven uitbreken. Dus dat betekent ook dat we in deze falling wedge nog steeds verder naar beneden kunnen bewegen voordat we uitbreken. Maar het kan ook meteen uitbreken en hebben we niet een hele diepe pullback en dat is meer bullish. Eerst volgende target zal die 1995 tot 2000 zijn. En vervolgens kun je dus in dit geval zou ik een grote deel van de trade door laten lopen naar boven. Verlies van de 100 moving average en deze groene balk hier. Hè, dus deze regio is bearish en zeker een shortwaard richting diepere getallen. En waarvan de eerstvolgende supports die zullen, of targets eigenlijk, zullen hier zitten rond de 1670. Tot 1670. Dus dat voor Ethereum in ieder geval. En als we nog even kijken naar de total market cap. Die ziet er namelijk ook bearish uit. We zien hier gewoon een grotere rising wedge. Het is een bearish patroon. Technische target ligt hier op de 827 miljard. En als we daar komen, betekent dat vanaf hier in ieder geval nog een daling van 25% voor de totale market cap. En ook hier is het mogelijk dat we nog de onderkant de support houden, net als bij Bitcoin. En dus een beweging omhoog krijgen richting de 1,2 triljoen, trillion in het Engels, biljoen dus. En hier de 1,16. Op de lagere timeframes is er mogelijk een bear flag aan het vormen. Een head and shoulders. Even kijken, dus een linkschouder, hoofd, hier nog een rechterschouder die is aan het vormen. Maar soms krijgen we geen vorming van de rechterschouder. En dat betekent dus als je hier bearish naar beneden breekt. We zijn er nog niet onder gesloten op de 4 uur. Wel onder geschoten met de wicks. En als je niet weet wat een wick is, doe de kennismakingscursus. Dan leg ik uit hoe je zo'n candlestick kunt lezen en wat ze betekenen. Maar zolang we hier boven sluiten, dan kunnen we nog een rechterschouder vormen. Maar het bearish afwijzen op deze manier is bearish. En ook deze is goed om in de gaten te houden. Want dat zal voor ook voor de hele cryptomarkt gelden. Dan Matic, ook hier eentje die ik gisteren heb gedeeld. Hier zien we dus ook een rising wedge. Dus Matic heeft een hele mooie stijging gehad. Dit is een rising wedge. Het volume neemt af in deze stijging. Dus het consolidatie. En dat betekent dus met marginaal high highs, net onder de 200 daily moving average, dat ook Matic hier een einde kan hebben gemaakt aan zijn stijging. Support houden. En we kunnen nog doorgaan richting de $1.08. Het bearish verliezen en afwijzen hiervan. En ook deze gele lijn die je ziet op de 95,5 cent. Dat zou bearish zijn. En dan kijk je in ieder geval naar een eerste target op de 86,3 cent. En vervolgens de technische target van deze rising wedge op de 74 cent. Goed, dat was het voor deze video. Volgens mij erg lang. Maar goed, ik hoop dat je ervan hebt genoten. Vergeet de video dan niet een like te geven als je dat hebt gedaan. En ik zou zeggen tot de volgende video. Of join ons in de premium Discord groep. Een hele fijne dag.